Heeft u iets met politiek? Nou, ik volg het wel, ja. Ja? Nee, niet veel. Nee, weinig. Nee. Nee? Want dat... Ik stem wel. Ja, maar... En dan, ik stem omdat het gevraagd wordt natuurlijk. Ja. En dan kies ik meestal de CU. Jazeker. Ja? Maar volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ja. In maart. Ja. In maart gaan we weer. Ja. Nee, ik heb echt nog geen idee waar ik ga stemmen. Nee. Heeft u iets met politiek? Niet zo heel erg veel. Nee? Nee. Nee. Daar hou ik niet mee bezig. Daar houdt u zich niet mee bezig? Nee. En waarom niet? Zegt u van nou ja, het gaat mij goed genoeg, dus ze regelen het maar. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar ja. Soms denk ik wel eens van, die staat aan een dal paard te trekken. Nee. Dat niet, helemaal niks. Ik denk niet dat je, als je kiest, dat er veel mee gedaan wordt. Dus ik ga niet, ik ga ook nooit stemmen hoor. Nee. Maar... Nee. Nee, want? Ik snapte de ballen niet van, ze doen toch wat ze zin in hebben. Ja, dat is wel uw indruk. Ja, dat mijn indruk, ja. Nou, niet zo heel veel. Nee. Soms wel, is het licht aan hoe het valt. En, ja. Ik volg het wel. Ja. Maar niet een overtreffende trap. Nee. Ik vind het wel interessant altijd, hoor. Ja. Heeft u iets met politiek? Jawel, ja. Ja? Ja. Wat heeft u ermee? Waarvan zegt u van nou, dat is de reden waarom ik het de moeite waard vind? Nou ja, het is ons systeem om met z'n allen een beetje te doen. Anders wordt het lastig. Ja. Alles is sociaal. Ja? Ja. Toch nog een klein beetje samenhorigheid. Ja, een klein beetje maar. Minder dan vroeger? Ja. Ja? Ja, zeker. Wat is er anders geworden? Nou, nu zijn de mensen materialistischer. Ja? Leuke buurt? Leuke buurt, sowieso. Ja? Ja. En een leuk bedrijf? Dat sowieso, zeker dat weten. Sowieso. Ja, zeker. Wat maakt het zo leuk? Mijn collega's. 47 jaar. Ongeveer. Dan bevalt het vermoedelijk, want anders was u niet zo lang gebleven. Goeie buren, hierachter, dat was het. Ja. En wat maakt het zo leuk? Ja, het zijn allemaal gewone mensen. Ja. En nogmaals, ze hebben zijn hele goede ze hier buren. Gewoner dan elders in de stad? Jawel, maar dat is jaartjes geleden. Het is 46 jaar geleden, toen woonde ik in Schaarburg. Ja, oké. Okay. Op het vet. En toen bent u hier terechtgekomen? Hier gekomen. En dat is heel goed bevallen, blijkt. Ja, dat is het, ja. Ik blijf hier wel... Hopelijk nog nog 10 jaar. Ja, als ik u zo aankijk, dan heb je dat is 25, 30 te gaan, toch? Dat is een compliment natuurlijk. Hè? Ja, de gezelligheid, leuke buren, groen, leuke winkels, vlakbij het centrum. Top. Het is een heerlijke wijk van alles en iedereen woont hier. Ja. Iedereen kent elkaar, helpt elkaar. Ja. En nog veel samenhang, zou ik maar zeggen, in de wijk. Iedereen kent elkaar en helpt elkaar. Ja, dat absoluut. Sociale controle vind ik ook belangrijk. Ja. Dus ik woon hier met veel plezier. Ja. Gewoon gezellige mensen. Je weet wat je aan elkaar hebt. Dus, en harde werkers, denk ik. Het grootste gedeelte wel, ja. Ja. En je weet wat je aan elkaar hebt. Ook, wat bedoelt u daarmee? Ook, iedereen kent iedereen. Iedereen kent iedereen. Ja. En dat maakt het gezellig. Ja. Kom altijd wel iemand een praatje maken of... Ja, zoals wij nu. Ja. Ik heb hele goede buren. Ja. En als ik regelmatig val, en dan leg ik op mijn snuffert en dan hoef ik maar te bellen en dan komen ze me van de straat afhalen. Nee, heel perfect. En waarom gaat u zo regelmatig op de grond liggen dan? Om die buren weer te kunnen bellen? Nou, nee. Gewoon. ik val. Ja, u valt. Ja. U bent de gevallen vrouw hier. Zoiets. U woont hier in de buurt? Ja, hier. Nee. Is het leuk om hier te wonen? Goed. Ja? Ja. Bevalt het goed? Altijd. Ja? Altijd. En wat maakt het zo leuk? Ja, leuk. Veel leuk. Ja? Ik heb altijd vroeger in de Schiestad gewoond. Ja. En toen leerde ik een andere man kennen. Ja. En die woonde hier. Ja. Dus toen ben ik hier ingetrokken. Ja, de liefde heeft u hier gebracht. Ja, en ik vind het hier prettiger als in de Schiestraat. Ja. En de huizen zijn niet veel groter. Okay. En in de Schiestraat hebben ze echt kleine huisjes. Zo zoekt hier toch een beetje een gezellig buurtje. Hè? Ja. Spraakzaam. Ja. Ik heb pas ook nieuwe buren gekregen. Nou, dat gaat ook hartstikke goed. Ja. Het zijn een vrouw met twee jonge kinderen. Ja. Nou, verandert er veel in de buurt? Want u woont er al zo lang. Ja, op zich. Ja, de renovatie hebben we dan gehad. Dat vond ik een hele grote verandering. Ja. En ideaal wonen daardoor ook. Want onze huizen waren waardeloos. Ja. Maar toen die renovatie is geweest, is het ideaal wonen. Schot in de roos. Ja, zeker weten. Ja. Het is een hele gemêleerde buurt met van alles wat. En
Ja, dus, woont u hier al lang? Ik woon er nu denk ik 12 jaar. Ah, en ja. Bevalt dus, want u bent nog niet weg. Nee. Is er veel veranderd in die 12 jaar? Ja, mijn eigen leven wel, maar... Ja. maar in de buurt? In de buurt? Ja, valt me mee eigenlijk. Nou, wat moet een partij in de aanbieding hebben om uw stem in ieder geval te overwegen? Voor mij moet een partij een langetermijnvisie hebben. Ja. Kijken naar duurzaamheid. Kijken naar inclusiviteit. Ja, kijken ook naar hoe een wijk als Soeskwartier er over 10 à 20 jaar bij ligt, ja, denk ik. Ja, en wie is een politicus waarvan die zegt van nou, die spreekt mij nou aan? Nou, die kan ik op het moment niet vinden. Nee? Nee. O ja, beetje aan de regels houden. Een beetje regels, ja? En wat voor regels vindt u het allerbelangrijkste waar we ons weer eens een beetje aan moeten houden? Nou, aan het verkeer. Ja, ja. Ja, ja, want we staan hier op de Noorderwierweg. En dat is ook wel een racebaan zo nu en dan, hè? Ja, dat is erg druk, ja. Ja. Verkeersveiligheid. Ja? Nou weet ik dat er veel te doen is over de Noorderwierweg momenteel. Mm-hmm. Volg ik wel. Maar goed, ja. Als je verderop in de straat ook ziet, dan hebben ze wat wegversmallingen gemaakt. Nou, ik heb niet het idee dat het helpt. En ik vind het ook een vrij onveilige situatie. Ja, het is maar de vraag of het daar veiliger door geworden is. En naar mijn idee niet. Nee. Want als automobilist schrik je. Ja. Ze hebben er nu wat aan gedaan, maar ik denk niet dat het helpt. Nee. Levensgevaarlijke paaltjes midden op de weg. Ja, die staan dat alleen is maar niet in helemaal. De weg. Die staan er behoorlijk in de weg. De politiek is natuurlijk een moeilijke zaak. Hè? Ja. Ik vind het heel moeilijk. Ja. Maar ja, ik zeg heel eerlijk, ik heb er niet zoveel interesse in, maar gewoon uit, nogmaals, gewoon uit achtergrond. Uit christelijke overtuiging stem ik op de... Ja, en een partij die dan uw stem binnen moet halen, wat moet u dan vooral doen of beloven of aandacht aan geven? Dat zie ik altijd het laatste moment. Dat ziet u op het laatste moment? Ja. Oké, maar nu geen idee nog wat dat wordt. Even kijken wat ze doen allemaal. Oké. Ik denk dat ze eerst goed voor de oudere mensen moeten zorgen. Zorg? Voor je oudere zorg? Ja, vind dat ik wel. Die is mensen een belangrijke overweging. Ja, die mensen die hebben toch het land weer een beetje opgebouwd na de oorlog. Ja, klopt. Altijd hard gewerkt dus. En als je nu om je heen kijkt zoals oudere mensen behandeld worden, ja, dat vind ik dat hoort niet. Dus een partij die zegt van wij gaan dat hier in Amersfoort anders doen, ja, die zou u zomaar een keer naar de stembus. Ja, die mensen die betalen hun eigen schelen aan de kosten. Ja. En ik vind dat die mensen daar geholpen, of die moeten er geld in leveren, er wordt voor ze gezorgd. Ja. En die houden niks over, ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Wat zou een gemeentelijke politieke partij u moeten beloven om te zeggen, nou dan krijgen ze mijn stem als ze dat doen. Dan krijgen ze zou het toch gauw even niet weten. Nee. U bent een tevreden mens. Ja, zeker. Ook al valt u vaak. Dat bedoel ik. Nou, ik denk aan de armoe. Aan de armoe? Ja. Er is veel. Die schuilt nog wel achter de voordeuren. Ja, ja, ja. Dus daar zouden ze aandacht aan moeten besteden. Ja. Een partij die dat doet, zou zomaar op uw stem kunnen rekenen. Ja. 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 Dus armoedebestrijding. Juist. Ja, dan is echt een beetje alles goed gaan doen en zo. Ja. En dan heb je van, ja, we willen de huren lager doen en dit en dat. Ja. Maar het gebeurt niet. Nee, precies. U bedoelt, voor de verkiezingen beloven je meer dan dat ze daarna waren. Ja, dat bedoel ik. Kijk, en als je dat zeker wist, dan gooi je dan op stemmen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar ik ben ook maar alleen. Ja. En ik leef ook van een uitkering. Ja. Het is ook niet zo gek veel. Nee. Als ze maar veel doen voor de mensen, ook op sociaal vlak, dat vind ik heel belangrijk. Ze moeten vooral een sociaal gezicht hebben. Ja, zeker weten. Maar het ook waarmaken dan. Ja. Ja, dat hoop ik dan altijd wel. Maar dat weet je nog helemaal zeker. Hè? Maken ze het waar wat u betreft? Ja, gedeeltelijk wel. Ja. Dan komen we niet helemaal, ik vind het wel goed. U heeft zelf in ieder geval weinig te klagen. Nee, ik heb niet zoveel te klagen. Tevreden mens. Tevreden mens, ja. Wat moet een partij u beloven om te zeggen, nou dan overweeg ik serieus om op ze te stemmen? Ja, duurzaam en sociaal. Duurzaam en sociaal? Ja. Dat zijn voor u de sleutelwoorden? Ja. Oké, is het hier redelijk duurzaam en sociaal? Nou, er moet nog een hoop gebeuren om het hier een beetje duurzaam te krijgen. Ik, ik hou mijn hart vast hoe we dat gaan doen. Ja. Als we van het gas af moeten, maar... Ja.